kijkers van Loes en Bostion naar de KNM. We zijn hier bij de bierpomp uit S. En er staan grote dingen te gebeuren. Ik ben best wel vereerd om als voorzitter van het renovatieteam toch jullie even mogen vertellen wat we allemaal gaan doen. Want tenslotte gaan we zo'n mooi dorpsgezicht wel even grondig onder handen nemen. En waarom nemen we ze dat ding grondig onder handen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de technische toestand van onze dorpspomp. In 1965 gebouwd, inmiddels toch alweer zo'n groot aantal jaartjes oud. En in midden in de jaren 2000 hadden we een grote vrachtwagen en die zette de bovenkant van de pomp 5 centimeter naar achteren. Dat kun je zien aan een hele hoop schade hier. En hier aan het voegwerk en hier aan het voegwerk. Dus het werd heel veel tijd om dat ding opnieuw op te voegen. Met alle gevolgen van dien. En aan de buitenkant zie je dan ook dat het interieur allemaal is gaan roesten. En dan vallen er nog wel eens wat steentjes uit. Dat heeft allemaal consequenties voor het inwendig functioneren. En wat ook een heel groot probleem is. Deze pomp heeft, zonder dat iemand buikklachten had, 40 jaar lang heeft hij een kwaliteit drinkwater gegeven waar iedereen mee in zijn nopjes was. De wetgeving is inmiddels zo dat het drinkwater zodanig is veranderd dat er voor de sticker aan op moet geen drinkwater. En daar hadden we in Est maar grote problemen mee. Vanwege allerlei bacteriën, Legionella is daar een voorbeeld van, is de wetgeving zodanig aangescherpt dat we moeten waarborgen dat we van alles moeten doen om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Samen met Brabant Water, met een aantal mensen, zijn we aan tafel gegaan en we hebben gekeken van wat moeten we allemaal doen om het daartoe te leiden dat het dan ook weer echt kwalitatief drinkwater kan geven. Hebben we een team voor bij elkaar gevonden, een achttal mensen zijn in een heel projectorganisatie terechtgekomen en onder de leiding van deze eenvoudige jongen uit S mogen we dan de verbouwing vorm gaan geven. Dus de buitenkant gaan wij aanpakken. Als je dan toch zo grondig te werk gaat, is het ook goed dat je de kwaliteit huishouding ook nader beschouwt. Dat gaan we aan de binnenkant doen. Er komt een compleet nieuw interieur in de pomp. Dat wordt aan het zicht onttrokken. Maar wat we nu hebben als een groot probleem, dat de pomp niet functioneert zoals een echte oude dorpspomp zou moeten. Dus met normaal gewoon zwengelen komt er water aan. En let op, heel veel kindertjes die hier naar school gaan of met papa's en mama's, opa en oma's bij het pannenkoekenbos terechtkomen, die zwengelen graag aan de pomp. En de weerstand van deze pomp, omdat er aan de binnenkant in het interieur veel is verdwenen, brengt nogal wat schade met zich mee. Sterker nog, het is niet de eerste keer dat er een kinderhandje geklemd raakt tussen de zwengel van de pomp en de aanslag. Dus ook dat gaan we voorkomen. Als we dan toch zo grondig bezig zijn, hebben we maar het besluit genomen van laten we dan vanaf de grond af aan beginnen. En gelukkig hebben we na het aanvragen van een omgevingsvergunning, na 6 weken procedure leed om te zorgen op een gegeven moment dat er geen bezwaren kwamen, hebben we toestemming gekregen. En aanstaande 13 maart staat op het programma dat we deze pomp, die hier toch al vanaf 1965 dienst doet, gaan ontmantelen. Ik had al gezegd, met het hele team wordt het weer een nieuwe. In zijn totaliteit gaat het aanzicht van de pomp niet veranderen. Dus mocht u op een gegeven moment gehecht zijn aan de oude prentbriefkaarten van de Essen Bierpomp, dan is het zo dat deze pomp er wezenlijk niet anders uit gaat zien. Hij wordt wel nieuw. Dus in dit verhaal op een gegeven moment, dit monumentje, want wij zien het als een monumentje, hoewel de gemeente volgens de vergunning nou even niet, gaan wij ombouwen tot waarschijnlijk dadelijk een beschermd dorpsgezicht. Want hij wordt erg mooi. Met nieuwe materialen en hij wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Als ik u even mee mag nemen naar de andere kant, dan laat ik u zien wat voor gevolgen het heeft als de pomp niet functioneert zoals dat zou moeten. Als je aan de binnenkant, zoals het bij grootmoeders op de boerderij het geval was, dan zie je daar een hele grote cilinder in met een grote zuiger erin. En men pompte gewoon met een slag, pompte men grondwater naar boven toe. En dat was ook hetgene wat je hier gewoon kreeg. Ik heb al aangegeven, zonder buikklachten is dat 40 jaar goed gegaan. Maar nu de wetgeving op een gegeven moment zijn ze erg bezorgd voor ons. We gaan het aan de binnenkant zo maken dat die functie hier weer helemaal terugkomt. En dat dit om
klemmende kinderhandjes te voorkomen weer verleden tijd is. Nou, al met al hebben we een project. Metselaars uit ons dorp, de smid uit ons dorp, die weer mee gaat helpen. Maarten Timmermans, Wim Verhoeven, Ties van der Aken, Jos van Eindhoven, noem ze maar op. Allemaal markante Essenaren, die gaan aan de slag. En dan hopen wij dat we, als we hem 13 maart hebben ontmanteld, nog voor Koninginnendag weer aan de buitenkant zo hebben staan zoals hij er nu uitziet. Dus even wegens verbouwing gesloten, maar wel tot Koninginnendag. Ja, als we dan Koninginnendag hebben gehad, dan zijn we nog niet gereed, want dan moet er aan de binnenkant moet er nog veel gebeuren. En dan gaan we er ook voor zorgen dat de kwaliteit van het getapte biertje ook een kwaliteitsslag ondergaat. Op dit moment is het al vanaf 1965, laten we zeggen het eerste bierpompfeest 1966, zo dat in het pand hier achter het Schaliehuis, daar bevindt zich een snelkoeler en in het bestratingsplan is opgenomen een hele hoop bierleiding en koelleidingen. Dat wil zeggen dat het biertje wat getapt wordt door de onbezorgd biertapper van S, die hier aan de achterkant zijn werk gaat doen, ja, heeft nogal wat afgelegde weg nodig voordat hij bij de tapkraan is. Gaan we ook vervangen. We gaan nieuwe bierleidingen, nieuwe koeling gaan we er neerzetten. En wij gaan garanderen dat we op het bierpompfeest van 2012, en dan nodig ik u van harte vooruit, onze nieuwe inwoners in grote getale als eerste, maar u ook allemaal, ook de kijkers van Bostion en van Loes natuurlijk, kom gerust een keer langs. Dan hebben we hier een nieuwe biertapper, Gerry van der Mee, onbezorgd ambtenaar in de gemeente Haren, aangesteld door de gemeenteraad, komt hier zijn eerste kunstjes vertonen, gaat bier tappen in een compleet gerenoveerde pomp. Natuurlijk kost het veel, zo'n renovatie. We hebben toch enkele duizenden euro's toch nodig. Want alleen het wegvallen van de personeelkosten is niet genoeg om het te betalen. We hopen dat we een aantal partijen zover krijgen dat ze ook ons financieel ondersteunen. We hebben wat contacten en ik hoop dat dat vruchten af gaat werken met de leverancier van de meeste nieuwe inwoners van S in 2012. En we hopen dat alle mensen gelukkig worden in Huizen Monica. We hopen dat de opleveringsdata's daarvan gehaald worden. En dan hopen we dat veel mensen aansluiten bij ons initiatief. We hopen natuurlijk ook dat de Essenaar aansluit met wat donaties. U zult er nog meer van gaan horen, want in de week na Pasen gaan we proberen met een garage sale inkomsten te genereren om het mogelijk te maken dat we niet uit de belastingpot van de gemeente Haren de pomp gerenoveerd hoeven te krijgen, maar dat we als Essenaren, met Essenaren, door Essenaren en voor Essenaren. Graag tot het bierpompfeest 17 mei, Hemelvaartsdag 2012, en waarschijnlijk bloeien dan de kastanjebomen.